gaat nu zoveel mogelijk zitten. Ondertussen doe ik hier de broer een beetje. Want je staat er versteld van. Want de mensen hier allemaal naar binnen sjouwen. Kunnen uw voet even op de... Ja, dankjewel. Ja, want het moet hier allemaal keurig netjes zijn natuurlijk. Want ja, dan gaat hij daar een voorstelling beginnen. Ja. En nu moet ik u vertellen. Die gasten weten zelf niet wie ze zijn. Laat staan dat ze van elkaar weten wie ze zijn. Nou, ik ben benieuwd of dat wij hier nog een antwoord op krijgen de komende 10 minuten. Maar de tijd zal het leren. Nou, eentje was een beetje, maar ik heb hem een variantje gegeven. Oh. Ja. Laat de heren maar binnenkomen. Ja. Heren? Gaat u zitten, heren. Kunt u zich aan mij voorstellen? Kent u mij niet meer? Ik ben Maarten Tromp, geboren in de Bril, in de Kolfslop. En ik woonde daar met mijn ouders en ik ben daarna verhuisd naar de Gaperstraat in Rotterdam. En ik heb jarenlang op zee gezworven met mijn vader, met zeerovers kennis gemaakt. En in 1637, toen ik teruggekomen was, werd ik luitenant-admiraal van de vloot. En hij, Witte de Wit, dubbel wit. Hij werd mijn vice-admiraal en hij is nog steeds jaloers gebleven. Ik ben heel mijn leven al benadeeld. En hij keek altijd op mij neer. En toen u mij ontsloeg als vlaggenkapitein en hem die functie gaf, toen werd het mij veel te veel. Hoe bedoelt u? Ik ben me van geen kwaad bewust. Ja, dat heb je nou altijd met die hoge heren. En eens weten ze het allemaal niet meer. U hebt mij ontslagen omdat ik verraden was. Maar ziet u nou, ze zijn hartstikke knettergek. Het zijn net twee kleine kinderen. Sonic? Nee, wacht even. Wacht maar even, zuster, wacht maar even. Maak u ze maar los. Ik vertrouw de heren volkomen. Ja, maar ik vertrouw u niet alles wat u mij hebt aangedaan. Kunt u mij nog wat meer aanwijzingen geven? Toen u hem ontsloeg als bevelhebber en mij die functie gaf, wat trouwens een hele goede reden van de goede hoge heer is geweest, ging alles goed. Maar toen ik die ene slag bij de hoofden verloor, stond hij, die hielenlikker, alweer gelijk klaar om die functie weer over te nemen. Maar beste man, ik kan het toch niet helpen dat jij niet in de wieg gelegd bent als bevelhebber. Je hebt gewoon de kwaliteiten daar niet voor. Het zou een ramp zijn voor ons land als jij... Dat vind je toch ook, meneer Heijn? Waarom noemt u mij steeds meneer Heijn? Ik ben toch uw therapeut? Geef die spaard maar aan hem. Hij weet niet eens wie die is. Ja, nou, ziet u nou. Dit is toch hopeloos? 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 Nou, in mijn ogen is dit helemaal niet hopeloos. Conclusie, die twee gasten helemaal kierenwiet. En, nou ja, jullie zijn het best van heel hier. Geef jij dat ding maar even hier. Het is een beetje gevaarlijk in jouw handen. Val mee hoor. Waren er nog andere redenen waardoor u elkaar steeds in de haren vliegt? Nou, eigenlijk is het wat we tot nu toe gezegd hebben, viel eigenlijk best nog wel mee. Nee, het begon pas echt goed toen zij bij ons aan boord kwam. En dat was ook zijn idee. Ja, ze zijn hartstikke gestoord. Ze zitten de hele tijd achter me aan. Ze zijn hartstikke oversext. Nou, dit is een beetje overtrokken. Ik had iemand nodig die bij mij aan boord kon koken. En zij kan goed koken. Ja, en jij wilde nog veel meer van haar. Wat bedoelt u daarmee? Nou, daar bedoelt hij niets mee, meneer Heijn. Hij is in de war. Oh ja? En waarom sliep zij dan zo heel erg snel niet meer in haar eigen hut? Ik had iemand nodig die ging koken, schoonmaken en ze wilde varen. Varen.
meisje Loos, die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatst een meisje Loos, die wou gaan varen, dan zei het matroos. Zij riep, dag kapteintje, sla mij niet. Zij ik ben uw liefje, ik ben uw liefje. Dag kapteintje, sla mij niet. Ik ben uw liefje zoals u ziet. Ik maak hier ernstig bezwaar tegen. Ik word hier in het bijzijn van u gewoon als een of andere slet neergezet. Door allemaal door die funzige gedachten van deze twee. Ik ben helemaal nooit aan boord geweest. Ik hou helemaal niet van varen. Nou, als er één een spaak nodig hebt. Ze weten niet eens meer wat ze allemaal uitgespookt hebben bij ons aan boord. Het is zo de wit. In de basis hebben wij de potentie om goed te kunnen samenwerken. Maar ik moet zeggen dat ik een grote fout gemaakt heb. Ik heb haar aangenomen, ja. Ja, maar ik was blind. Blind? Blind. Blind. Ik was smoor verliefd op de. Oh. Daarom sliep ze tijdens de eerste Engelse zeeoorlog bij jou in de hut. Ja, en de week ervoor bij jou. En door haar ben ik in ongenade gevallen. En heb ik zelfs overwogen om de marine te verlaten. En ik heb menig overwinning laten liggen. Ik ben zelfs maandenlang met een depressief thuisgebleven. Heren, 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 gedraag jullie. Ja, meneer Heijer. Ik zal het u vergeven. Ja, maar ik niet. Ik dien een aanklacht in. Ja, niet tegen die twee, want die kunnen er eigenlijk gewoon ook helemaal niks aan doen dat ze getikt zijn. Maar ik dien wel een aanklacht tegen u in. Tegen mij? Hoe durf je een aanklacht in te dienen tegen mij, zo'n hooggeplaatst persoon zoals ik? Weet u wel wie ik ben? Nou, wie bent u dan? Ik ben Piet Hein. En scheer je weg, ik zie je vanavond in mijn hut. Heren, dan wil ik nu de volgende reisje met u gaan bespreken. Gaat u er maar even voor zitten. Witte de Wit, jij gaat naar de Oost om kruiden te gaan halen. Tromp, jij gaat naar Engeland om daar schoon schip te maken. En ik, Piet Hein, ik pak de zilverboot. Yes. En je wou gehoord van de zilveren boot. De zilveren boot van Spanje. Die harten aan de motten aan boord. En de harten van de zilveren. En Piet Hein. Die Ruiter, wordt het niet te stijf voor om ook naar elkaar te gaan? Ja, ik ga geen. Ik kan alleen geven op jou. Ga mee naar me. Ja hoor. We hebben gekeken naar een voorstelling wat zich afspeelt in een, ja, noem het maar in een gekkenhuis. Eigenlijk zijn we allemaal gek. Misschien dat er één wat minder gek is dan de ander. Maar uiteindelijk is zelfs de therapeut is voor lotje getikt. En dat is eigenlijk de rode draad door het verhaal heen. Langzamerhand wordt duidelijk dat steeds iedereen eigenlijk niet goed wijs is. En wat is daar dan de boodschap van? Ja, dat is niet erg een boodschap. Hè. Het aardige is wel dat er een aantal figuren die wat met brillen te maken hebben erin zitten. Dat Tromp erin zit, dat Witte de Wit erin zit. Mensen die hier geboren zijn en opgegroeid zijn. Dus admiraals. En dat slaat dus allemaal weer terug op die kanon ook van Vorne. Dus op zich is dat wel ook wel het hele leuke van het verhaal. Maar echt gek waren die zeehelden toch niet of juist wel? Nou, die zeehelden, het is natuurlijk al heel lang geleden, dus we kunnen niet echt meer in hun hoofden kijken. Maar ja, ze hadden, waarschijnlijk was er ook wel een steekje aan los, hoor. Misschien zo'n dwarse steek, zo'n admiraalsteek, dat zou kunnen, ja.